was een zeer woelige, en zijn naam werd ook wel gezegd, troebel wiki. En het is begonnen met een gesprek welke ik hier had met de coalitie. Daarnaast was het goed om in tête-à-tête met hun uit te leggen dat we niet moeten vergeten en dat we weten dat er krachten zijn aangestuurd door het buitenland om te proberen hier onregelmatigheden te doen plaatsvinden. Krachten vanuit het buitenland. November, december hadden we al 10 man gespot die zich met dit soort onoorbare praktijken bezighouden. Ze zijn terug en ze zijn zwaar bezig. En ik vroeg aan het DNA, hoe rijmt u het dat out of the blue sky plotseling, ondanks wet en regelgeving, we horen dat 8 december perikelen zich weer beginnen te roeren. Ik zeg, wat is er aan de hand wanneer de rechterlijke macht, de president, de voorzitter van de Nationale Assemblée, de individuele leden van de DNA wil dwingen om zaken anders te brengen dan wat zij met het volk hebben afgesproken. Ik zeg, denkt u dat deze grove inmenging en grove vertoebeling van de trias politica zomaar is komen binnenvallen? Ik zeg, wees op uw hoede. En laten we ons niet laten afleiden door mensen met een paar bordjes en die alleen maar willen zorgen dat er troebel en joekoejoeke komt in het land en onrust. Geloof me, als er onrust in het land komt, is het niet voor Boutersen of voor Weidenbosch. Is het ten nadele van ons land. En ik begrijp het niet, maar tegelijkertijd is het de mensen een democratisch recht om zich te laten misleiden door krachten buiten Suriname. En wij moeten verstandig zijn om te zorgen dat we op koers blijven. Zou je misschien een beetje concreter kunnen zijn over de buitenlandse invloeden waarover u het had? Zou je misschien een beetje meer kunnen uitleggen van waar ze kwamen of iets dergelijke? We volgen de zaken. Omdat, kijk, de mensen zijn niet gek. Ze gaan geen, they are professionals. Ze gaan geen gekke dingen hier gaan doen waardoor je ze kunt oppakken en zeggen, luister, hoe de kaart wegwezen. Maar de president van het land gaat niet in conclave gaan met nationale veiligheid en justitie en politie om deze zaken achter de gesloten deur te bespreken en met de politieke mensen aan te geven. Kijk wat er aan de hand is. Ze gaan ons. Maar het is eigenlijk afleiden van waarmee we ons moeten bezighouden. Dus dat ik geen namen kan gaan noemen en zeggen, ja, hoeveel Libiërs of Nederlanders of Amerikanen waren erbij, dat zijn zaken die niet voor het grote publiek bekend hoeven te zijn. Maar als ze er zijn, doe dan gewoon dat. President, ik wil even van u horen of ik u goed begrepen heeft toen u zei over de buitenlandse krachten. Ik dacht dat u zei dat ze ook op een bepaalde manier de rechterlijke macht zouden hebben beïnvloed. Doelde u daarmee op het vonnis van het Hof van Justitie om het 8 december proces weer op de rol te zetten? Ik ben er heilig van overtuigd. Omdat de mensen van de rechterlijke macht, die zijn niet achterlijk. Die weten natuurlijk dat er wet en regelgeving is.
En natuurlijk om u te destabiliseren. Laat me u zeggen. Het request wordt buiten geschreven. De requisitor wordt buiten geschreven. Overigens, zij die gaan schrijven zijn daar hier. Alleen, ik zeg het in grote lijnen, zodat ze horen dat we weten wat er aan de hand is. Believe me. Het zijn zaken die ik niet van vandaag aan de pers hier debiteer, maar het zijn zaken die al lang met Bureau Nationale Veiligheid, zoals ik eerder aangaf, en met Juspol en met DNA. Maar het zijn geen zaken die natuurlijk, goed, ik wil er geen sensatieverhaal van maken. Ik zeg maar, we hebben ook een klein beetje verstand om te zeggen van, out of the blue sky. En toen we nader gingen graven, om het een beetje populair te zeggen, zijn we achter een aantal zaken gekomen. Om te voorkomen dat juist u van wat betreft sensatie te maken of bezig bent met een hoe noem je dat, een manoeuvre, zou ik toch graag willen weten dat u wat meer informatie geeft zonder natuurlijk de staatsveiligheid in gevaar te brengen over zaken die er vanuit het buitenland gepland zijn om zaken hier te destabiliseren. U heeft één zaak genoemd over de rechtszaak dat is aangespannen, maar ik denk dat u toch die gemeenschap wat meer moet vertellen om te voorkomen dat juist u ervan wordt beticht met een afleidingsmanoeuvre bezig te zijn. Geloof me, het is geen afleidingsmanoeuvre en als men vindt het een afleidingsmanoeuvre heb ik pech gehad. Ik heb al 35 jaar ben ik bij deze baas en ik ben vaker beschuldigd van afleidingsmanoeuvre. Het heeft niks te maken met afleidingsmanoeuvre. Ik zeg, geef alleen maar aan dat ik welk onderwerp ik heb aangesneden met de coalitie en hun gevraagd om te focussen. Ten aanzien van de crisis en tegelijkertijd in de gaten te houden waarmee men bezig is. Gelooft u me, ik ga u geen nader informatie, ik zou het wel willen hoor, ik zou u geen nader informatie kunnen geven en als men vindt dat het sensatie is, dan moet ik mislachbakken.